We kunnen de inhoud nog een klein beetje meer semantiek meegeven. Dat betekent dat het betekenis krijgt. We hebben hier een kopje dat eigenlijk wil laten zien wat het ongeveer betekent. We hebben hier bijvoorbeeld staan het woord ingrediënten. En daar zouden we best wel wat meer nadruk kunnen kijken. Het is eigenlijk een klein kopje. En we gaan dat dus daar op volgende manier doen. Nu die WR kunnen we verwijderen. Want dat is gewoon niet tot de kop behorend. En als nu iets tot de kop hoort, dan kun je daar bijvoorbeeld zeggen van dat het kop 3 is. En na de kop sluit je de tank ook weer af. Dat betekent dat je hier meteen dus inderdaad een duidelijke afscheiding krijgt. Dat ook duidelijk is dat een kopje is. Voor de bereidingswijze geldt natuurlijk hetzelfde. Dat staat nu nog als een paragraaf. We kunnen kijken als het een paragraaf alinea is of je wat het kop 3 kunt opzetten op deze manier. En dan werkt dat wel goed. Vervolgens kunnen we nog eens kijken naar het geheel. Dan doen we een stukje een tag voor vormgeving. We willen het geheel namelijk in het midden van een pagina hebben. En het geheel, dat is dus alles binnen de body. We hebben het dan dus over de header, over de toekomstige navigatie, over het artikel. En als het artikel afgelopen is, kom je dus hier een site tegen. In het artikel zit de bereidingswijze. De site ga je langs. En je komt tot onderaan de pagina. En je moet dan in feite daarvoor een div toevoegen. Je hebt dus in feite de complete inhoud van de body geselecteerd. Zonder dat je de body zelf hebt. Vervolgens kies je voor invoegen. En dan is dat een layout object. En dan kiezen we div tag. En die div tag die geven we een ID mee van een wrapper. Dat die in feite om al de hele inhoud is ingepakt. Vervolgens kiezen we oké. En nu staat hier dus een div ID wrapper. We zien daar dus daarin de verschillende elementen zitten. Totdat we beneden komen en dan hier de div wordt afgesloten, voordat de body wordt afgesloten. Wat we ook kunnen zien is dat als we hier binnen Dreamweaver zitten, of als we hier binnen Dreamweaver zitten, dat we ook kunnen zien in welk deel we aanwezig zijn. We kunnen hier het list item bijvoorbeeld selecteren. En die zit dan in een totale opzomming. Dus dan kunnen we daar ook op klikken en selecteren. En je kunt ook zien als dat die zo staat dat het verder een kloppend verhaal is. Deze opzommingslijst zit dan weer in een aside. Zo is nu de hele aside geselecteerd. Die zit op zijn beurt in de wrapper div. En dat is de complete inhoud. Zit er ook een blauwe balk omheen verschijnen. En die zit totaal in de body. Dus op die manier kun je dus dingen selecteren en dan eventueel later ook stijlen toevoegen. Goed. Voor de navigatie kunnen we dus wel ook wel wat termen neerzetten. We kunnen bijvoorbeeld kiezen voor, wat was ook weer het voorbeeld. We gaan even kijken of we dat nog hebben. Home, hoofdgerechten, bijgerechten en ook een recept. Dus dat is home. En als we dat hier zo schrijven, dan kunnen we daar ook meteen weer een opsomming van maken. En vervolgens wordt dat straks de navigatie. Die zit dus nu binnen de navigatietekst. Daar hebben we in het begin al voor gezorgd. Vervolgens kiezen we voor de tweede list item. En dat is hoofdgerechten. Bijgerechten. En ook een menu. Of ook een recept. Waar de mensen dus een recept zouden kunnen ingeven. En dan is de structuur nu bijna klaar. We moeten nog eventjes van deze elementen een linkje maken. En die link, dat is dan een link naar, meestal naar een pagina. Die hebben we nu nog niet. We zijn altijd bezig met een eenvoudige pagina. Maar we willen wel die navigatievorm kunnen vormgeven. En dan koppelen we hem naar de pagina zelf. Dan geven we hem dus zo'n genaamde hashtag mee. En in dat geval zal hij dus naar zichzelf toe linken. En er komt meteen dus ook een link voor en een link achter. Maar meestal staat hier bijvoorbeeld index.html. Laat dat duidelijk zijn. Hè? We gaan hier naar hoofdgerechten en die gaat dus ook allemaal naar hashtag.
bijgerechten. En of je ook een recept kunt ingeven. Dus op dit moment is het navigatiemenu dus ook klaar. En de inhoud is nu dus compleet. En we zijn dus nu zover dat we straks kunnen gaan vormgeven.